Yo mensen, ik ben Jeroen. Ik heb vandaag gaan wij gewoon weer verder met The Legend of Zelda Twilight Princess. Ik heb de kwaliteit een beetje omhoog weten te werken, dus is mooi. Lekker OBS, klein aanpassing gedaan in de opname en dan ziet het tegelijk een stuk beter uit. Daarnaast wil ik jullie nog eventjes heel erg bedanken, want jullie zijn gewoon echt helden. Want gisteren had ik 317 of 18 abonnees en dan heb ik in één keer 324. Dus dat is een echt fucking baas. Gewoon 7 abonnees erbij in één dagje. Ja, dat vond ik gewoon echt even baas. Moet ik even tegen jullie zeggen dat jullie bazen zijn. Dus dan nou gaan we gewoon. Voor mij konden we naar de eindbaas al gelijk. Het is echt een poos geleden dat ik het heb gespeeld, man. Wow, 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 wow. Echt een poos geleden, zoals ik al zei. En hoe de fuck moet ik hier langs? Wacht, is hier weer een knop? Ja. Oké, go. En weer weg. Go, 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 go. Oh. Hier zo. Ja, dat wist ik wel. Oké, en dan gaan we hier naar boven. Ja, dat wist ik wel. Maar fijn, jullie zijn dus echt bazen. Want het is gewoon echt tof. Weet je hoe fucking vet het is om in één keer zo te groeien qua abonnees? Weet je, dat is gewoon vet. Dat doet me goed, weet je. Ik kan niet meer goed renderen, zoals ik al zei. Dus dit is ook gewoon echt in één opname gedaan. Of in één opname gedaan. Ja, in één take. Als dit kut is. Oh, fucking hell, man. Oh, hier heb ik zo'n hekel aan, hè. Maar ben je er bijna? En dan verneuk je het weer. En dan moet ik weer zeker helemaal overnieuw beginnen, of niet? Ja, nou, dat is mooi kut. Eén handje over. Heb ik, dit is gewoon water. What the fuck? Of zou je gewoon water willen hebben? Dat is ook gek. Dan ook een beetje. Oh, fucking hell. Gaan we aan deze kant. Oeh, er langs gesprongen. Als een echte baas. Weet je wat ik dus zei van, problemen met mijn computer. Ik kan niet meer goed renderen. Nog meer gezeik. Nu voorbij. Want ja, ik ben blij met die abonnees. En ja, het. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. God damn it. Zo. Dus ja, dat is die abonnees die doen het dan gewoon, weet je. Dat is gewoon echt van wauw. Zo van, Jeroen. Je kan het. Geloof in jezelf. Zo voelt dat. En dat is gewoon echt tof. Zoiets. Ik bedoel, er is geen reacties gekregen. Ja, er waren echt super positieve reacties op de video van. Dit zal waarschijnlijk eergisteren of de dag ervoor zijn. Of misschien zelfs gisteren als dit nog heel laat online durft te gooien. Of ik zo badass ben. Maar ja, weet je, wat ging ik nou ook weer zeggen? Ik heb geen idee. Dat het een kutbeest is. Zo. Ik ben kwijt, ik ben mijn verhaal kwijt hoor. Oké, dit is echt een kutding, want die is waarschijnlijk echt super snel voorbij. Ralalalala. Hey, 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 hey. Aan de kant, beest. Ik heb geen tijd voor jou. Goed zo. Had ik misschien beter voor de afdeling naar de aard kunnen lopen? Ja, zeker weten. Er zit een gigantisch gat in. Waarschijnlijk ook weer bijna dood, maar ik ben er wel eventjes doorheen. Hier was nog een kist. We gaan terug. Zo is eerst even door die deur, want dan span je dus aan deze kant als je doodgaat. Wat dus echt fucking chill is. Waar is die kist? Oh, die is helemaal die kant op. Ja, fuck dat. Wow. Wow. Dat is kut. Game over. Game over. Yes. Ik heb trouwens dit laatst nog gestreamd. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn streams. Ben ik? Oh, ik ben wel aan de goede kant, oké. Die geïnteresseerd zijn in mijn streams, twitch.tv/kodaaf. Staat ook in de beschrijving. Maar ik heb dus deze game al een keer uitgespeeld. Eén keertje volgens mij maar. En toen ik hem uit had gespeeld, toen. Oh, goddammit, ik heb hem net gemist. Goddammit. Wow, is dat voor gek shit? Het is toch gewoon, ja, deze verdieping, één verdieping omhoog. Ja. Ik ga gewoon zo staan. Dan ben ik sowieso op tijd. Maar wat ik dus wou zeggen, dat heb ik dus gestreamd, dat was leuk. Ik heb hem niet eens verslagen, dus ik ging Ganondorf verslaan. Maar dat lukte niet echt, want ik faal een soort van een beetje. Dat is mijn levensfaal. Ik vind deze spellen zo tof, maar ik ben pittig slecht erin. Dat is hoe ik rol. Oh, jammer. Je wou me slaan, maar ik ben weer weg. Putsch. Oké, jou ga ik wel slaan.
En neer. Hop! Dat is zo'n vette move, hè. Niet dat het heel veel extra damage doet, dus als je op laat staan nog een keertje ramt, zijn ze nog steeds. Dat is zo'n kut geluid, oké. Okay. Waar zijn we nu ongeveer? Mapje. Oké, okay, wat is er? Ah, hier, zoom in. Dus voor mij nu naar rechts door het water en dan ben ik er. Dus hierheen. Ah, dat gaat best wel makkelijk eigenlijk. Nou is de vraag, zullen we die eindbaas nog verslaan voor het einde van deze aflevering of niet? Hadden die vissen er eerst ook al? Ik heb geen idee. Hoe gaat deze shaak open? Hé, hey, vis meneer. Oh, hij is dood. Ja hoor, een hartje. Wat lief. Goed, nog een vis meneer. Hop. Die dingen gaan wel echt heel snel dood, hé. Hoe werkt dit? Oh, wacht, was hier zoiets, hè? Nee, dat was niet, want het draait al iets. Waarschijnlijk moest ik dat de eerste keer gebruiken. Maar nu niet meer. Oké, ik wil in die view modus. Juist, daar gaat iets van die kant naar die kant. Daar zie ik iets. Als we nou eens gewoon zo doen. En... en wat gebeurt er nu? Wow! Snel! Wop 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 wop. Rechts achterin is een kist. Gaan we voor die kist? Ja, oh wacht, dit weet ik, dat is een kist waar je niet bij kan. Of in ieder geval, voor mij zat hij daar bovenaan. Maar ik kon er nooit bij. Wat is dit? Wat is dit voor gekke shit? Was balen. Oké, okay, naar links moesten we. Door het water naar links. Rolo, yolo, you know you only live once. Waarom kan ik hier niet op? Kan ik hier niet op? Wat is dit voor nonsens? La la la. Zo, dat was interessant, hè. Dat was heel interessant. Oké, okay. Hier kan je het water in. Wow. Heb ik trouwens al dat andere pakkie? Nee, die krijgt hij straks pas. Dan krijg ik die bij de water temple. Fuck, je moest zeker bovenaan staan, of niet? Maar dat is mooi balen. Dan gaan we even die andere gozer uitschakelen. Let's do this shit. Yes, we can. Waar ben je, gozer? Hier staan ze toch? Oké, okay, dan niet. Dan klim ik wel gewoon hier omhoog. Walalalalala. Lalalala. Oh, daar zijn ze weer. Bedankt voor het schieten. Dan weet ik waar jullie zijn. Hop, 1. Lalala, 2. Zo. En 3. En 4. Goed, dan is er nog iets met deze kraan of zo. Laten we daar even deze voor gebruiken. Oh, daar zit er nog één. Oh, dat is iets hoog. Iets te laag. Perfect. Oké, okay, staan ze daar dan weer opnieuw. Waar de fuck schieten ze vandaan? Oh, daar is nog iemand. Hoi. Hallo persoon. Je moet toch ook ergens naar boven kunnen? En dat hoekje is dus iets, maar ik weet niet wat. Hoe kwam je ook weer bij die eindbaas? Fuck, hoe moet dit? Oké. Okay. Oh, daar hebben we nog iemand. Ja. Die mensen kunnen allemaal niet schieten, man. Zo.
Dat zijn er. Oh! Dat moeten we niet hebben. Hoe komen we daar dan bovenop? Ik heb bijna zeker dat we hier bovenop moeten komen, maar hoe? Hoe de fuck gaan we dat doen? Ik zie het al. Je moet gewoon van die ene kant, weet je wel, van daar zo. Fuck. Hè? Hoezo heb ik deze gemist? What the fuck? Hierop? Nee. Hè? Waar de fuck moet je erop? Daar rechts bovenin zal zeker ook een kist staan. Maar hoe? Hè? Ik snap echt de ballen van hoor. Hoe de fuck? Pick up. Throw. Oh, dat is niet wat ik bedoelde. Goed, ik snap het echt niet hoor. Hoe moet je daar komen dan? Oké, heb ik iets van een. Nee, heb ik niet. Is het iets onder water? Oké. We zwemmen wat meer hierheen en dan gaan we dan kijken waarom zwemt trouwens zo'n Mongolisch. Dat is echt niet praktisch. En ik weet die shit. Nee, je zit ook gewoon niks onder water. Dat is ook onhandig. Oké. Hier ben ik voor mij nog niet geweest. Dit stuk. Je hebt toch helemaal niks aan. Hartjes en pijlen. Nah. Dit is geweldig hier. Goddammit, waar de fuck moet ik naartoe? La 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 la. La 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 la. Is het iets met dit? Nee, is het niet. What the fuck? Oh, wacht. Het is eruit, ziet wat je kan duwen. Nee, ziet het niet, is het niet. Ik zou zeggen dat is iets van nee, dat kan je verschuiven, dan kan je erop staan. Dan kan je hier tegenaan schuiven, dan kan je erop en dan. Oh. Het leven is geweldig. Je ziet ook uit alsof je dit kan verschuiven. Dus als ik hier sta, gaat hij me dan nog steeds raken. Hier niet. Ofwel. Maar er zit wel een deurtje achter. Dus waarschijnlijk is dit het wel. Kan ik het nou tegenhouden? Dat is wel nice. Wacht, dan moet je hem zeker in zijn ogen raken. Bitch! I got it. Oké, en dan nu grab. En dan duwen we hem weg. Alright. En wat kunnen we hiermee dan? Interessant. Weet je, ondanks dat ik de game ook heb uitgespeeld, weet ik niet alle geheimpjes en zo. Maar dit is een mooie nieuwe leuke verrassing, hè? Wow, daar zijn nog mensen. Daar is een krat achterin, als je die kan raken. 2 in 1 keer. Hey, als dat niet prachtig is, dan weet ik het ook niet meer. Extra pijlen. Ja, extra pijlen. Wat gebeurt als ik hier heb gestaan? Die gaat omhoog. En heen en weer. Oh, en zo kom je daar dus. Juist, maar je moet het nog wel kapot schieten. Dat is denk ik het belangrijkste. Niet vergeten de boel kapot te schieten. Komt hij nog bovenop of zo? Alright, dan niet.
Zo, ik wil daar komen. Hoe kom ik daarop? Want dan kan ik daar naar boven, denk ik. Want voor mij zit daar boven de kist. Oké, wow. Wow, dat is echt gaar. Oh, maar wel gewoon in één keer het ding halen. Wat een baas. Oh, maar dit landt wel mooi op het water. Hé, dat is handig. Hé, dat is lekker. Tuin, tuin. Welke is die? Kijk hoor. Kan je zeker via hier naar boven. Ach, hier zit zeker die kist. Juist. Oké, kist, waar ben je? Kut, 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 kut. Kut, ik heb alleen maar een poddel. Kut. Dat zijn juist de dingen die een flesje wil hebben. Wacht, ik pak eerst dat water. Gewoon voor het geval dat er nog eentje komt, weet je. Stel, er komt er nog eentje uit en ik vang hem niet, dan heb ik echt fucking woede attack, alles. Plus 10 appeltaarten. Dat ja, dan moet ik dus daarboven zijn voor dit ding. Of het is iets met. Ja, dat kunnen we nu nog niet, hè? Ja, dat kunnen we niet. Hier staat hij. Misschien moeten we iets speciaals doen om hem te krijgen, zo. Ik heb echt geen flauw benul. Sowieso. De zwaarschoenen. De zwaarschoenen, ja. Het kan dat hij er bovenop staat. En nu ik zo kijk, denk ik dat ik iets zie. Daar is wel iets met vuur. En daar is wel iets van een trappetje. Dus als ik nou eens gewoon niet zo, maar zo doe, dan is dat zeker weten te ver weg. Nope, maar het was proberen waard. Goed. Dan gaan we nu gewoon naar de eindbaas en gaan we volgende aflevering verslaan. Dus hopelijk vond je het fantastisch, geweldig. Wil je nu op mij abonneren? Zou ik waarderen? Mensen die abonneren. Ik zou het waarderen. Daar kan ik een mooi liedje van maken. Ga ik waarschijnlijk helemaal niet doen. Ben ik veel te lui voor. Maar het zou kunnen. Ja. Dus, ja. Kaas is kaas. Ja. Geen idee. Abonneren. Volg op Twitter. Dat soort shit. Laat ha!